Welkom bij weer een aflevering van DV Nederland onder de loep. Onlangs hebben wij een video geplaatst die ging over de William Schikker Stichting. En daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Kijk, de mensen, hoe wij al hebben gevolgd, natuurlijk kinderen zijn, wat ik al zei, die mogen binnen van Cher, de William Schikker, de kinderen een erfenis accepteren, maar die mogen ook de BSN-nummertjes veranderen. Deze stichting heeft gewoon het recht om een BSN-nummer gewoon van een kind te veranderen. Ja, waardoor je je kind nooit meer terugvindt. Vind je niet meer terug, nee. Dus, maar dat staat gewoon in de statuten bij de Kamer van Koophandel. Dat is ook dat ze het gewoon openbaar doen. Mensen weten dit niet. Nee, ze hebben niet onderzoek gedaan. Maar binnen Vichair iets accepteren, dat is meestal iets als iets dodes. Zo, ik heb binnen Vichair de rechtbank bel voor een erfenis. Dat betekent dus dat je er niet meer bent. Dus hoe kunnen ze binnen Vichair iets erven van een kind van nul of iets wat ze overnemen? Dus daar zit meer achter. Wacht even voor mijn perceptie. Op het moment dat zij een kind een ander BSN-nummer geven, dan kunnen ze van het BSN-nummer wat er nog is, dat kind is dan dood, kunnen zij die erfenis, die beneficiaire erfenis ontvangen, dat geld ontvangen. Dat is wat je zegt? Dat is wat ik zeg, ja. Maar dat kan je ook weer terugvinden, want als je gewoon de statuten van die stichtingen controleert, ik controleer de omzet. Een omzet van een stichting wat geen winst mag maken, wat gewoon miljoenen winst maakt over de rug van de kindertjes, ja, dan moet het ook bij andere mensen toch de ogen, ook bij het Belastingdienst, de ogen open gaan. Een stichting kan alleen maar functioneren met donateurs. Dat kan niet zonder één donatie. Zwart geld mag niet meer in deze tijd. Kijk naar Kaag, 100 euro meer en dan hebben we de fiscus op het zak zitten. Dus er kan geen zwart geld in een stichting rondgaan. Dus hoe komt die stichting en die Belastingdienst, toen die dat goedkeurt, tot daar miljoenen, honderden miljoenen worden witgewassen? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Heel veel mensen vinden dit een heel heftig onderwerp. Kan je dan specifiek zeggen wat jou is opgevallen aan aan de video, aan de uitzending, waardoor jij denkt dat die kinderen kwijt zijn? Nou, ik heb voordat ik hier eigenlijk in terecht ben gekomen, had ik zelf een keer een post geplaatst van een meisje wat zomaar verdwenen was. Toen wist ik echt helemaal nog van niets, dat denk ik 2 jaar geleden. Die post op Facebook, die werd binnen 2 uur weggehaald. Terwijl wat ik alleen maar geplaatst had, waren hartjes. We moeten dit meisje in gedachten houden. We moeten deze ouders liefde sturen. Dat is het enige wat ik daarmee gedaan heb. Binnen 2 uur werd het weggehaald. Ja. Dat voelde heel raar. Dat voelde echt heel raar. Snap en daar reageerden toen ook eigenlijk mensen op die documentaires maakten. Van joh, Evelien, wat gebeurt daar? En toen ben ik eigenlijk op onderzoek uitgegaan. En zodoende kwamen er steeds meer verhalen over de toeslagenaffaire. Want er was ineens een ouder van de toeslagenaffaire die mij dus opbelde. En die zei van ja, ik kan er niet over praten op beeld. Want dan worden gewoon je kinderen afgenomen. Wat vond je van het feit dat we erachter gekomen zijn dat de BSN-nummers veranderd worden van die kinderen? Als ik heel eerlijk moet zijn, wist ik al wel dat daar een vuil spelletje gespeeld werd. Dus het was niet geheel nieuw voor mij. Alleen, er is nog niet over gesproken. Dus ik had links en rechts, weet je, ik kijk ook podcasts. Ik onderzoek op mijn manier ook dingen. Ja. Dus dat was al een stukje naar mij toegekomen. Ja, ja. Dat het eigenlijk een ontzettende grote geldkwestie was. We hebben gehoord dat, en dat is door, onder andere door Roelie Post verteld in een podcast, dat kinderen die een half jaar bij een ouder wonen, bij een pleegouder, Die kan niet meer terug naar huis. Die mag na een half jaar of na een jaar geadopteerd worden door die ouder. Wisten jullie dat? Nee. Ik wist dit niet. Nee, ik kan het niet. Fadila, wat vind jij daarvan? Wist jij dit? Nee, als ik dit had geweten, dan had ik denk ik aan de vooravond, aan het begin gestaan om als vrijheidsstrijder in ieder geval daar iets aan te doen. Maar ja, zoals ik gisteren in het filmpje mijn verhaal heb proberen uit te leggen als slachtoffer van het FSV Zwarte Lijst,
op een gegeven moment toen ik in contact kwam met Yuri. En vanuit mijn achtergrond als projectmanager doe ik altijd eerst onderzoek voordat ik iets geloof. En hoe meer ik me erin ging verdiepen, door zelf ook onderzoek te doen, vooral zelf onderzoek te doen, kwam ik steeds dichter bij de waarheid die Yuri heeft proberen te vertellen. En die klopte, daar twijfel ik ook absoluut niet over, want ik bedoel, zijn verhalen die onderlegt hij op zijn manier. En ik wilde het ook op mijn manier doen. En ik kon het zo naast elkaar neerleggen. En hoe dieper ik daar in het verhaal waar hij, wat hij had onderzocht, kwam ik steeds achter, steeds meer feiten. En toen was mijn verhaal ineens meer niets. Het feit dat ik slachtoffer ben van het FSV en dat de Belastingdienst geld van mij nog te goed heeft. Het deed me niets meer. Het ging mij meer om de kinderen. De kinderen die uit huis geplaatst werden. Dat raakte mij. En de rest was dan voor mij meer bijzaak. Hoe voelde het voor jou toen jij hoorde over die burgerservice nummers? Ja, wat voelde je daarbij? Compleet gechoqueerd. Ik kan er niet bij. En dat er ook nog zo'n bedrag van 1 miljoen of 1,5 miljoen per kind aangekoppeld is. Dat het dus systemisch is. Dat er dus al die mensen op al die niveaus hiermee bezig zijn, die dat uiteindelijk dus normaal zijn gaan vinden. En dan gaat het gewoon om een kind. En waar is dat kind dan nog? Waar is dat kind? En hoeveel heeft dat kind ondertussen al niet geleden? Juist, En zoveel van dit soort kinderen. Ja. Kijk naar de filmpjes van de uithuisplaatsingen. Die is onvoorstelbaar. Kijk naar die filmpjes van de uithuisplaatsingen. Ja, die jij niet aan, om nee. aan te kijken. Het is toch gruwelijk, het moet toch stoppen dit? Ja. Nou, ik schrok laatst van een bekend stel, waarvan ik de namen niet kan noemen. Waarvan de twee kinderen uit huis zijn geplaatst. Vrij jonge kinderen. Een meisje van 2 en 1 van 4. Die zijn losgerukt van elkaar. Ja. Omdat de oudere zus voor de kleinere zusje wilde zorgen. En het meest afschuwelijk aan dat verhaal is dat de ouders die proberen contact te krijgen met de kinderen, die moeten een afspraak maken. Maar ze waren eigenlijk al langzaam bezig om die kinderen bij hun ouders weg te halen door dingen te zeggen: je ouders willen jou niet meer zien. En het meest lugubere aan het verhaal van de jongste of de oudste, dat zij het woord tegen de moeder zei: ik wil niet meer naar de pijnkamer. Dat kan ik ook niet meer uit mijn systeem wissen. Dat verhaal vond ik zo schrijnend. Ja, dat begrijp ik ook heel erg goed. Dat vond ik echt schrijnend. En op dat moment dacht ik, dan is mijn verhaal in relatie tot de Belastingdienst niets. Okay. En dat kan me ook niets meer schelen, want ik had gisteren een SpaceX en dan werd ik boos in het verhaal waarin iemand zei: ja, maar het is jouw verantwoordelijkheid. Ja, maar het interesseert me niet dat de Belastingdienst mij nog, ik weet nou niet eens meer mijn bedrag, 14.000 euro aan mij verschuldigd is. Het boeit me niet, het gaat me om de kinderen. En dat is het verhaal wat mensen wat we willen neerzetten. Precies. Ja. Het gaat mij niet om die 14.000 nee. euro. Nee. Okay. Wat nu belangrijk is dat mensen gaan onderzoeken zelf bij de Kamer van Koophandel. Maar wij zullen ook zeker in deze aflevering plaatsen waar het bewijsmateriaal. Maar ga zelf op onderzoek uit naar bewijsmateriaal. Na publicatie van onze eerste editie is de website van de Kamer van Koophandel buiten gebruik. Volgens de KVK onderhoudswerkzaamheden die niet van tevoren zijn aangekondigd. Dus kinderen zijn een geldkwestie geworden. Aan kinderen wordt verdiend. En niet zo misselijk ook. Dus daar moeten we ons op focussen nu even. En we gaan ermee verder. Hartelijk dank.